Het lijkt erop dat Claudia de Brey haar frustratie niet onder stoelen of banken steekt als het gaat om de recente beslissingen van de NPO Bobo S. Met een vurige uitbarsting richt ze haar pijlen op het management van de publieke omroep, beschuldigend van een gebrek aan visie en begrip voor kwaliteitsinhoud. Haar onvrede komt voort uit het afschieten van het vervolg op de succesvolle serie De Joodse Raad, die zowel inhoudelijk als qua kijkcijfers een triomf was. In haar betoog benadrukt Claudia de Brei het belang van diepgaande televisie die de kijker uitdaagt en aan het denken zet, verhalen die zowel het verleden belichten als relevant zijn voor het heden. Ze wijst op het schrijnende gebrek aan begrip van de NPO Bobo S voor dergelijke producties en betreurt het dat talentvolle makers zoals Roos Ouwehand en Paula van der Oest hierdoor worden ontmoedigd. De steun voor Claudia's standpunt komt van mede zoals Francis van Broekhuizen en Helene van Rooyen, die eveneens hun teleurstelling uiten over de kortzichtige beslissingen van de publieke omroep. Ze benadrukken het belang van het vertellen van dergelijke verhalen en de rol die de publieke omroep zou moeten spelen in het koesteren en promoten van hoogwaardige inhoud. Claudia's sarcastische opmerking over haar eigen kansen op een eigen tv-programma weerspiegelt de bittere ironie van het hele scenario. Haar oprechte frustratie en de steun van haar collega's benadrukken de diepgaande bezorgdheid over de koers van de publieke omroep en het gebrek aan waardering voor creatieve en inhoudelijke excellentie.